wat is het grootste gevaar bij een orkaan? Ja, alles. Vandaar ook dat mensen binnen moeten blijven. Ramen zijn dichtgetimmerd en soms met stalen luiken ervoor. En om vooral rondvliegend puin te vermijden. Maar ja, dan heb je nog het water, hè. Dus binnen blijven is het devies. En dan moet je maar hopen dat er niet te veel vloedgolven komen. Marco, hoe kijk jij daarnaar? Wat is nou het grootste gevaar bij een orkaan? Ondertussen kijk ik even voor de laatste informatie. Wat is volgens jou nou... Ja, dat is echt van plaats tot plaats verschillend. Nogmaals, dit systeem trekt relatief snel. Dus ik zou me over regenwater niet direct heel veel zorgen maken. Ja, tuurlijk, een straat kan onder water komen te staan. Maar als het water tot en met je enkels komt, zul je er niet snel in verdrinken. Zegt overigens niks over de schade, want die is nog steeds enorm. Maar even het gevoel erbij. Een opzet van het zeewater. Ja, als je heel vlak bij het strand bent, kan dat natuurlijk levensgevaarlijk zijn. Je moet er niet aan denken dat je meegesleurd wordt de zee in, om wat te noemen. En wind, ja, dat is in dit geval echt een hot item met rondvliegende bomen. Alles wat los kan, dat zal losgaan. Ik bedoel, er is zoveel kracht aan. Dus dat is echt het allergevaarlijkste.